Vanaf wanneer mogen van jullie pepernoten in de winkel liggen? Maakt voor mij op zich niet zo uit. De echte feestdag is voor mij 6 december. Dan is het 50% korting op alle Sinterklaas artikelen in de winkel. Ik vind november. Ja, eens. Of zo, begin november. Want nu is dat in de zomer al ongeveer, toch? Ja, in de zomervakantie lag het er al. Ik heb het niet helemaal nodig. Dus ik denk ongeveer rond november of zo? Vanaf november. 3 weken voor Sinterklaas. Ik denk dat zo eind oktober, want dan komt hij ook bijna in het land en dan begint Sinterklaasjournaal en dan is het ook niet te vroeg en niet te laat. Dus dan gaat het pepernootseizoen pas echt los voor mij. Tot wanneer is het sociaal acceptabel om je kerstboom te hebben staan? Dus vraag voor jou. Voor haar tot maart of zo. Ik denk dat dat tot ongeveer maart is. Het neemt nogal veel plek bij ons in de bezemkast in. Dus hoe langer die in de keuken staat, hoe makkelijker we bij de stofzuiger kunnen. Wat is dat officieel? 6 januari geloof ik. Ja, ik laat me al te lang staan, dus dat is niet mijn vraag. ja, januari. Zo lang mogelijk, kerstboom is gezellig. Wij hadden vroeger thuis tot het Drie Koningen is. En ja, ik weet niet precies meer de datum, maar ik heb altijd zoiets van, zolang die nog niet kaal is, staat hij. Tot oud en nieuw. Ja, bij ons begin januari, dan halen we een keer als we zin hebben, halen we hem uit elkaar. Wat vinden jullie het vervelendste kerstnummer? Oeh. Ja, dat vind ik een enige. Jongen. Die van Mariah Carey, die heb ik gewoon te vaak geluisterd, denk ik. All I Want for Christmas. All I Want for Christmas. Ja, ik vind alle kerstliedjes eigenlijk wel leuk, dus ja, ja, ik heb er geen. Ik denk toch wel Jingle Bells. Ik vind dat nooit echt een nummer met een bepaalde lading of zo. Meer zo'n soort, ja, ik weet niet, saai of zo. Justin Bieber, Mistletoe. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Als jullie een Piet zouden zijn, welke Piet zouden jullie zijn? Nou, ik ben wel eens Piet geweest. Ik was altijd onhandige Piet die dingen had gebroken en niks kon, zeg maar. Dus dat is voor mij. Ik ben nooit Piet geweest. Geen idee. Clumsy Piet? Is dat een ding? De stroopwafel Piet. Geen idee, Piet. Ik zou het echt niet weten. De hoofdpiet. Sowieso hoofdpiet, man. Mag je niet vergeten. We roepen Sinterklaasje. En met zijn grote lange baard. Sinterklaasje.